Als ik piekergedachten heb, dan voel ik dat in mijn buik vooral, dat ik zenuwachtig word. Ik ben heel gevoelig, dus als iemand iets boos tegen me zegt of zo, dan vat ik dat heel letterlijk op. Dat je gewoon niet fijn voelt en dat je het er gewoon uit wil gooien, maar dat mag niet en dan wil je zo... Nooit let ik daarop, omdat ik dan ook echt boos zit. Dan zit ik vol in mijn concentratie, ik ben echt boos. Als het gewoon leuk hyper is, dan ga ik ermee door. En die grens, die zie ik niet echt, maar dan moet ik wel beter inschatten. Aandachtstraining is een bewustzijnstraining waarin kinderen leren om zich bewust te worden van hun gevoelens, gedachten en lichaam. De kikkeroefening is een oefening waarbij de kinderen leren observeren en te concentreren. Dan moet je zitten. Je mag niet zo of zo of zo, want dat is een beetje gek. Dat je voeten je kussentje of de grond aanraken. Door op te merken dat je ademt, leren ze dus in het moment zijn. De adem is je beste vriend en is er altijd. En dat je daar dan ook zeg maar je beter kan concentreren of rustiger van voort. Je wordt er heel rustig van. En daarna, als je dan iets merkt in je hoofd, dan kun je het lekker weggooien als het niet leuk was. Ik blaas een ballon omheen. Dat zie ik dan voor me en dan hoor ik niks. Dan voel ik niks en dan ga ik gewoon met mijn werk bezig. Dat ik niet op andere dingen let. En dat helpt mij ook als ik een beetje stress heb. Dan zie ik eigenlijk weer alles terug wat ik weer heb gedaan. Dan is het wel wat rustiger in mijn hoofd. Er was een les en dan moest je op je rug liggen. En dan was er een grote boom met duiven. En er vloog toen een duif op mijn schouder en ik vertelde toen een wens. En hij vloog weg. En ik vond het heel fijn, en wat ook met me deed, dat ik eigenlijk vertrouwen in mezelf kon hebben. En dingen waar ik moeite mee heb, dat ik daar weer in kan geloven. Tijdens de les kan je natuurlijk niet doorheen gaan praten. Het is juist voor je aandacht. Dus dan heb je zeg maar deze steen. Het is een praatsteen. Dat is zeg maar een soort van het teken dat jij aan het woord mag. In de cirkel van geluk was het eigenlijk, het was heel aanstekelijk. Dus als iemand begon te lachen, het begon aan de overkant en het ging dan steeds harder. En iedereen die begon ook echt op een gegeven moment echt te lachen. Ga je het hele rondje rond en dan aan het eind is iedereen stuk. Ik weet niet, het was alsof we eindelijk eens één hele groep waren. Die aandachtsoefeningen die wij doen zijn een middel om tot leren te komen. Om lekker in je vel te zitten. Een middel om je te verbinden met de kinderen in de klas. Dat zorgt voor een balans die tussen mij en de kinderen in de klas is. En waardoor ik onverwachte dingen in de klas met de kinderen makkelijker kan handelen. Mijn kinderen, Sofie en Amé, die hebben aandachtstraining. En ja, wat ik daaraan merk is dat ze nu in betere staat zijn hun emoties te benoemen. Soms hebben ze een driftbui of zijn ze boos of een andere emotie. Maar zij zijn nu volgens mij beter in staat om daarover te vertellen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, maar jij weet niet hoe ik me voel. En dan denk ik, waar haal jij nou die wijsheid vandaan dat je dat zegt? Ze kan dat heel goed onder woorden brengen. Van, als wij dan een keer bijvoorbeeld boos zijn of wat dan ook, of er is iets, dan kan ze dat wel zeggen van... Ja, jij hebt toch niet het gevoel wat ik heb. En ja, ik denk dat dat wel een gevolg daarvan is. Ik doe de mindfulness in opvoeding training hier op school. Waarmee we eigenlijk een soort gereedschappen aangereikt krijgen om beter met lastige situaties in de opvoeding om te gaan. Bijvoorbeeld als ze boos zijn, hoe je dan bij jezelf de rust kunt bewaren, laat ik het zo maar zeggen. Zodat die situatie beter, beter loopt. Ik ben mee gaan doen aan die cursus ook, omdat ik mezelf best wel ongeduldig. En als het goed is, Marijn die gaf vorige week aan dat zij ook wel merkt dat ik minder mopperig ben 's ochtends. En dat ik minder snel geïrriteerd raak. Daar merk ik eigenlijk wel verschil in. Dus dat is wel heel fijn.
Als je 8 jaar lang op school een 8-weekse cursus krijgt en dagelijks te maken hebt met kleine korte oefeningetjes, dan leren we de kinderen wie ze zelf zijn. En ik zie het als onze opvoedkundige taak om kinderen te leren in deze best ingewikkelde maatschappij om te gaan met de prikkels en de hoeveelheid impulsen die op ze afkomen. Ik wil later heel graag chirurg worden. En daar heb je ook een aandachtstraining bij nodig, want je moet wel controle hebben over wat je aan het doen bent. En je moet ook kalm zijn en niet helemaal gaan stressen, want dan kan het misgaan bij je patiënt. En dat wil je natuurlijk niet. Aandachtstraining heeft me heel erg geholpen daarmee. Want dan ga ik een aparte plek nemen, dan ga ik rustig doen, dan ga ik me concentreren op mezelf. Dus dat doe ik dan. Als ik piekergedachtes heb, dan neem ik altijd alle beide gedachtes. En dan zie ik wat er goed zou kunnen gaan en wat er fout zou kunnen gaan. Ik kijk er soort van op. En dan zie ik wat de consequenties zijn. Dus dan kijk ik eerst naar de ene beslissing en dan naar de andere. En dan zie ik wat er mis kan gaan of wat er goed zou kunnen gaan. En dan maak ik daarvan een keuze. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met een open, vriendelijke houding de wereld ingaan. We proberen om zonder oordeel naar dingen te kijken. En ja, dat vind ik belangrijke kernwaardes die ze meekrijgen. Ik zat en ik probeerde me te focussen. En niet te denken aan andere mensen. En ik vind het ook heel fijn dat je gewoon, ook wat je daar zegt, het maakt niet uit. Je wordt gewoon omhelst. En dat je ook wat je zegt, wat je mening is, het maakt niet uit. En dat vind ik heel fijn, dat merk ik ook in mijn klas. Als er iets met iemand is, dan praat die. En dan zeggen wij niet, kijk, eens wat zij heeft. Nee, dan denken wij, oh, dat is heel erg. We proberen je daarmee te helpen. Dat vind ik heel fijn als we binnenkomen, dat we ook om elkaar gaan geven. Heel veel, merk ik.